Weet je, wanneer mensen vragen waar de Bijbel over gaat, dan zou je afhankelijk van je invalshoek verschillende antwoorden kunnen geven. Toch? Bijvoorbeeld, de Bijbel gaat over God. Duh. Of de Bijbel gaat over Jezus Christus of over zijn offer aan het kruis. De Bijbel gaat over vergeving van zonden. Of de mogelijkheid om het eeuwig leven te krijgen. En weet je, de Bijbel gaat inderdaad over al deze dingen. De Bijbel gaat over de onvoorwaardelijke liefde van God. Over Gods genade, over redding. Over de rechtvaardigheid en het rechtvaardig oordeel van God. Het gaat over al deze dingen. Maar stel dat je alle thema's in de Bijbel in kaart zou brengen. En deze in verschillende categorieën zou zetten. Dan zou je alsnog alle categorieën kunnen plaatsen onder één hoofdthema. En dit hoofdthema is de wederkomst van Jezus Christus. Dit hoofdthema is de wederkomst van Jezus Christus. Wanneer hij, Jezus, de usurpator, dat woord die wij geleerd hebben, die ik geleerd heb, Satan en al zijn makkers eindelijk zal uitschakelen. Dat is één van de dingen die hij zal doen wanneer hij terugkomt. En het andere is dat hij Gods koninkrijk, de gerechtigheid hier op aarde zal vestigen. En ik weet niet of je dit weet, maar vanaf Genesis hoofdstuk 3, waarin God de Messias, de redder, de verlosser, al belooft te geven, draait de gehele Bijbel vanaf dat punt uiteindelijk om deze ene gebeurtenis. En dat is de wederkomst van Jezus Christus. Alles met betrekking tot de redding van de mens, het ongedaan maken van de vloek over de gehele schepping, bevindt haar hoogtepunt in de wederkomst van Jezus Christus. De wederkomst van Christus is dus waar de Bijbel uiteindelijk over gaat. Zelfs het kruis, het werk van Jezus Christus aan het kruis 2000 jaar geleden, is iets dat leidt naar de wederkomst. Zonder het kruis ook geen wederkomst. Zonder het kruis ook geen opstaan uit de dood. Dus alles leidt naar de wederkomst. En ik geloof dat wij na zo'n 20 studies besteed te hebben aan de grote verdrukking, ik geloof dat wij eraan toe zijn om wat goed nieuws uit Openbaring te krijgen. Ik in ieder geval wel. Het was best wel zwaar om al die dingen te bestuderen. En weet je, dit zal vanmorgen dan ook het geval zijn. Vanaf Openbaring 19 tot aan het eind van Openbaring 20 is er alleen maar goed nieuws. Goed nieuws voor ons. Nou, we hebben tot nu toe in Openbaring een aantal belangrijke zaken met elkaar behandeld. In hoofdstuk 1 tot en met 3 hebben wij het tijdperk van de kerk met elkaar behandeld. Dat is dus het tijdperk van de kerk, is dus vanaf Handelingen hoofdstuk 2 tot en met de opname, wat nog toekomstig is, wat ook op elk moment kan gebeuren. We hebben gekeken naar de opname van de kerk, waarin Jezus dus niet zichtbaar op aarde terugkomt, maar dat hij ons vanuit de lucht roept en dat wij hem, die hem navolgen, hem in de lucht tegemoetkomen. We hebben gekeken naar de periode van 7 jaar dat de verdrukking genoemd wordt, of de grote verdrukking, en dat zal ingeluid worden nadat de kerk is opgenomen. We zijn in Openbaring dus gekomen bij het, ik weet niet of dit een gebruikelijk woord is, het culminatiepunt. Nee? Culmination point. Nee, oké. Okay. Climax, hoogtepunt, ja, het uiteindelijke punt. Culmination, come on, dat is een goed woord. Dus het hoogtepunt van de Bijbel. En dat is dus de wederkomst van Jezus Christus. Nou, ik beloof jullie die leven hebben toegewijd aan God, dat er vanaf hoofdstuk 19 alleen maar goede en positieve dingen in de rest van de Openbaring staan. Dus laten we lezen. Openbaring 19, vers 11 tot en 21. Ik heb hier nog één leenbijbel. Heeft er iemand een bijbel nodig? Nee? Jij? Alsjeblieft. Openbaring 19 vanaf vers 11.
En ik, dus Johannes, zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. De legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van machtigen, vlees van paarden en van hen die er daarop zitten, vlees van vrijen en van slaven, kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Vers 11. Johannes schrijft, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Johannes, de schrijver van Openbaring, ziet de hemel geopend. En hij ziet een wit paard met erop Jezus Christus, die getrouw en waarachtig genoemd wordt. Jezus bereidt een wit paard. En een wit paard betekent overwinning. De oude Romeinse generaals reden als ze een grote overwinning hadden behaald door de hoofdstraten van een keizerlijke stad. Ze reden op een sneeuwwit paard. Dat gaf aan dat zij de overwinning hadden behaald. Dus naast het feit dat de kleur wit voor reinheid en zuiverheid staat, is het in dit geval ook erg passend dat de grote overwinnaar Jezus op een wit paard rijdt. Want hij is de overwinnaar. We hebben vanmorgen gezongen, hij overwon, hij overwon. En dat zal hij ook uiteindelijk doen. Jezus noemde zichzelf in Openbaring 3 de getrouwe en waarachtige getuige. En hier wordt dat dan nog eens bevestigd. En weet je, ik moest hieraan denken en ik zat te denken ook aan mezelf. En Jezus is altijd trouw geweest. Maar ik ben niet altijd trouw geweest. Als ik het hoofd vergelijk met het lichaam, als ik Jezus vergelijk met zijn bruid, dan is Jezus, in tegenstelling tot zijn ontrouwe kerk, is Jezus volkomen getrouw. Hij is volkomen getrouw. Jezus is in geen enkel opzicht ooit ontrouw geweest. Jezus zal ook nooit ontrouw zijn. Nooit. En hij is ook waarachtig, wat simpelweg betekent dat Jezus echt is. Jezus is de enige echte. En alles dat de Bijbel over Jezus schrijft is echt en het is voor 100% waar. Wij hoeven daar niet aan te twijfelen, hoeven er nooit aan te twijfelen. En weet je, dit zou voor degene die de openbaring van Jezus Christus 2000 jaar geleden hebben gekregen, de brieven die naar de kerken toe zijn gegaan, dit zou een gigantische bemoediging voor hun zijn geweest. Zij werden vervolgd. Het Romeins Rijk die zat continu achter hun aan. Vandaar dat de schrijver Johannes ook verbannen was op het eiland Patmos. Dus het feit dat Jezus de getrouwe is, dat Jezus de waarachtige is, dat had een grote bemoediging voor hun moeten wezen. En dat geldt ook voor ons. Niet alleen is Jezus getrouw en echt, maar hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. In alles dat Jezus doet, dus ook in het oordelen en in het voeren van oorlog, is er in Jezus geen enkel spoor van vals spel.
Er is geen spoor van corruptie in Jezus. Er is geen spoor van leugen of eigenbelang. Hij is ook niet om te kopen als leider zijnde. En men zegt vaak van mensen, van leiders, dat iedereen zijn of haar prijs heeft. Maar bij Jezus geldt dat niet. Hij heeft wel een prijs, maar die prijs heeft hij zelf betaald aan het kruis. Dus hij is niet om te kopen, hij is niet corrupt. Maar nu, nadat God de mensheid duizenden jaren lang de kans heeft gegeven om zich tot hem te keren, is de tijd van genade voorbij. Nu is er voor deze mensen alleen nog rechtvaardig oordeel van Jezus Christus. Vers 12. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Dit is nu de derde keer dat er een openbaring staat dat Jezus ogen heeft als een vuurvlam. En dit spreekt van het feit dat Jezus alles ziet en alles doorziet. Hij kent ieder persoon door en door. Jezus kent iedereen door en door. Hij weet wat ze gedaan hebben in het verleden. Zelfs beter dan dat wij kunnen herinneren. En hij weet wat ze aan het doen zijn. En hij weet wat ze aan het denken zijn. En in dit geval zal niemand aan zijn oordeel ontsnappen. Ondanks dat sommigen het geheid zullen gaan proberen. Weet je, het is denk ik mens eigen om te denken dat ze God te slim af kunnen zijn. Maar God doorziet de mens. Jezus ziet en doorziet de mens. Ik vind het trouwens heel opmerkelijk dat wanneer mensen weten dat ik voorganger ben, zij zichzelf van hun beste kant laten zien. Niet hier hoor, ik bedoel niet bij jullie. En ook niet iedereen, want sommige mensen doen juist lelijk omdat ik voorganger ben. Maar dat is een ander verhaal. Maar weet je, schijnheilig doen, en daar maken we ons allemaal aan schuldig, dat heeft totaal geen zin. Schijnheilig zijn heeft geen zin, want God doorziet ons toch. Hij doorziet alles. Zijn ogen waren als een vuurvlam. In hoofdstuk 11, denk ik, zien wij de draak, Satan, met 7 diademen. We zien het beest, de antichrist, in hoofdstuk 13, met 10 diademen. En hier zien we dat Jezus vele diademen of kronen heeft. En het doet er niet toe hoeveel kronen Jezus draagt. Waar het op neerkomt, is dat Jezus alleen de daadwerkelijke koninklijke waardigheid heeft. Niemand kan met Jezus vergeleken worden. Hij alleen is de rechtmatige koning. Ik had het zo even nog over de usurpator, degene die denkt koning te zijn van deze aarde, van deze wereld. Alleen Jezus is de rechtmatige koning. En hij heeft ook een naam die voor niemand bekend is. Nou, dit klinkt heel erg geheimzinnig, maar dat is het niet. Kijk, tegenwoordig hechten wij weinig waarde aan namen. Ik moet zelf zeggen dat wanneer wij onze dochters hun namen gaven, gingen we niet kijken naar de betekenis van, we gingen kijken van, wat klinkt leuk. Oh, dat is een leuke naam. Weet je, dus wij hechten weinig waarde aan namen. Maar bij God is het zo dat zijn naam, Gods naam, de naam van Jezus, onlosmakelijk verbonden is aan zijn persoon. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan zijn wezen. En zijn naam behelst zijn karaktereigenschappen. Zoals bijvoorbeeld liefde, barmhartigheid, genade, geduld, het waarachtig zijn, getrouw zijn, enzovoort, enzovoort. En dit zijn allemaal eigenschappen van God die wij als mensen grotendeels kunnen waarnemen. Wij kunnen het ervaren, we kunnen ook van deze dingen genieten. Maar Jezus Christus is ondoorgrondelijk. Hij is ondoorgrondelijk. De onbekende naam, oftewel de naam die alleen hij kent, heeft dus te maken met de eigenschappen die ons nu niet bekend zijn. Die ons onbekend zijn. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. En ik citeer.
Dat Christus' naam voor mensen onkenbaar is, betekent dat zijn persoon en wezen niet ten volle door mensen gekend en doorgrond kan worden. Omdat hij een hemelse, bovenmenselijke natuur heeft die het menselijke bevattingsvermogen overstijgt. Vers 13. En hij, Jezus, was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Sommigen denken dat het in bloed gedoopt bovenkleed het bloed van Jezus zelf vertegenwoordigt. Ik geloof persoonlijk dat de context op iets anders wijst. We hebben in Openbaring 14 gezien dat Jezus komt of komen zal bij zijn wederkomst om wraak te nemen. Het gaat in hoofdstuk 14:20 en ook hier in vers 15 om de wijnpersbak van de toorn van God. Dat klinkt heel raar. Sorry. De wijnpersbak van de toorn van God. En ja, zo heet dat nou eenmaal. Ik zal zo meteen een slide laten zien waarin dat iets duidelijker wordt. Maar wanneer men druiven perst in zo'n vat of in zo'n bak, dan spat het sap op de klederen. Even kijken, is dat te zien? Dat is bijna niet te zien. Deze mensen die zitten dus in zo'n groot vat, die stampen op druiven. En hun benen, hun voeten en hun broeken zijn helemaal rood van de druivensap. Nou, dit beeld komt al eerder voor in Jesaja 63, waarin de profeet Jesaja profeteert over de wraak van God en over de redding van Israël. En ik zal het voorlezen, hij zegt dit in Jesaja 63. De profeet vraagt, wie komt daar uit Edom, uit Bosra in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? En God antwoordt, ik ben het. Ik oordeel rechtvaardig en ben machtig om te redden. De profeet, waarom is uw gewaad zo rood en zijn uw kleren als die van een druivenperser? God spreekt, ik alleen heb de wijnpers getreden en van de volken was er niemand bij mij. In mijn woede heb ik hen vertrapt. In mijn toorn heb ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat en heel mijn gewaad heb ik besmeurd. Want ik beraamde een dag van wraak. Het jaar van mijn bloedwraak was gekomen. Ik heb volken in mijn woede vertrapt en in mijn toorn heb ik hen vermorzeld. Ik liet hun bloed over de aarde vloeien. Nogmaals het Centrum voor Bijbelonderzoek. Zoals de kleding van de druiventreders bezoedeld werd door het opspattende sap van de druiven, zo is ook de mantel van de Messias besmeurd met het bloed van zijn tegenstanders. Zoveel zijn onder zijn hand gevallen dat zijn kleed doordrenkt is met bloed. De verschijning van Christus in een met bloed bezoedeld gewaad is een onheilspellend voorteken voor zijn tegenstanders. Dat is zijn gewaad. Hij wordt in dit vers ook het woord van God genoemd. En het woord van God, dat is een bekende naam voor Jezus, voor Johannes. En weet je, wij geloven toch, ik denk dat wij dit allemaal wel geloven, dat God zichzelf aan de mens kenbaar maakt door middel van de Bijbel. Door middel van het woord van God. Dus als je God wil leren kennen, dan moet je er een gewoonte van maken om elke dag biddend je Bijbel te gaan lezen, om de Bijbel te gaan bestuderen. Wij geloven ook dat God zichzelf aan de mens kenbaar heeft gemaakt door de persoon Jezus Christus, toen hij hier op 2000 jaar geleden op aarde wandelde. Paulus zei over die Jezus dit, in Colossense 2 vers 9. In hem, dus in Jezus Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Met andere woorden, alles dat God is, die hele grote God, de schepper van hemel en aarde, was aanwezig en waarneembaar in de mens Jezus Christus die 2000 jaar geleden hier op aarde wandelde. Over dezezelfde Jezus zei Paulus tegen Filippus, een van zijn discipelen. Hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus hier zegt Jezus dus dat God zichzelf aan de mens
kenbaar maakt door middel van zijn zoon Jezus. Zo vader, zo zoon. Wie mij gezien heeft, heeft God de Vader gezien. Dus wij hebben niet alleen het geschreven woord van God, wat al heel wat is. Wij hebben ook het levende woord van God, Jezus Christus, om God aan ons kenbaar te maken. Wil iemand weten hoe God is, wie hij is, hoe hij in elkaar zit, dan hoeven wij alleen maar naar Jezus Christus te kijken. Dan hoeven we zijn leven, zijn karakter te gaan bestuderen. Want wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de Vader gezien. Het gaat niet helemaal op, maar zoals we van sommige mensen kunnen zeggen dat zij een wandelen encyclopedie, zegt dat goed, zijn, was Jezus letterlijk een wandelende Bijbel. Hij is het levende woord van God. En vandaar dat het zo belangrijk is om dagelijks niet alleen je Bijbel te lezen, om het te bestuderen, maar juist ook om met Jezus zelf om te gaan. Weet je dat het mogelijk is om je Bijbel te lezen, om Bijbelstudie te doen, om je Bijbel te gaan bestuderen, zonder dat je iets met Jezus te maken hebt? Dat is mogelijk. Door het een routine te laten worden, door het gewoon te doen omdat je voorganger zegt dat je het moet doen, door het te doen omdat je het goed vindt. Maar Jezus wil juist dat wij met hem omgaan. En dat wij proactief met hem optrekken. En dat doe je, er zijn heel veel verschillende manieren, maar dat doe je onder andere door met hem te praten. En dan bedoel ik niet dat als je in een meeting zit op je werk en je zit daar aan de vergadertafel, dat je ineens met Jezus gaat praten, hardop. Dat zal niet goed zijn voor degene die aan tafel zitten. Maar weet je, je kan momenten nemen, je kan elk moment pakken die je krijgt om met Jezus te praten. Je kan alles met hem delen dat in je leven afspeelt. Alle vragen die je hebt, die kan je bij hem neerleggen. En weet je, gebed kan zijn wanneer je er speciaal tijd apart voor zet, zoals we afgelopen woensdag ook gedaan hebben met elkaar, hebben wij een uur lang met elkaar gebeden. Dat is gewoon gepland, dat is tijd dat we gewoon apart gezet hebben. Maar gebed kan ook gewoon spontaan gebeuren, tussen de bedrijven door. Kijk, hij is toch altijd met je, maak daar gewoon gebruik van, zou ik zeggen. Hij is er altijd. Je kan altijd bij iets met hem overleggen. Vers 14. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Eerder in hoofdstuk 19 en vers 8 zien wij dit. En het is haar gegeven, dus de bruid van Jezus Christus, zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. In vers 8 zien wij dus dat de bruid van Christus, de kerk, in fijn linnen gekleed is. Of was, is. En de engelen in hoofdstuk 15 vers 6 zijn gekleed in linnen. Waarom maak ik hier een verschil? Omdat in de grondtekst het anders is. Omdat de engelen in gewoon linnen waren gekleed en de gemeente, de kerk, de heiligen in fijn linnen zijn gekleed, ga ik ervan uit dat de hemellegers de heiligen zijn. Dat wil zeggen, de gemeente, de heiligen uit zowel het Oude Testament als ook de heiligen uit het Nieuw Testament, de kerk. Wij dus, wij zijn dat. Die met Jezus dus op, die Jezus volgen op witte paarden. We weten ook wel dat Jezus bij zijn wederkomst vergezeld zal worden door vele engelen. Dat staat in Matthäus op twee verschillende plekken. Dat staat ook in 2 Thessalonicenzen. Dus we zullen in ieder geval met een grote menigte Jezus volgen op witte paarden. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb hooguit 2 of 3 keer in mijn leven op een paard gereden. En dat was als, voor het laatst volgens mij was ik een tiener. Daarvoor was ik een jongetje. Dus ik heb weinig ervaring met het berijden van een paard. Ik heb ook geen band of feeling met paarden. Ik
Ik vind ze een beetje eng. Ze zijn heel groot. En nou goed, ik ben heel klein. Dus ja, goed, ik heb daar geen ervaring bij. Maar mee. Dus, maar straks zullen wij die Jezus toebehoren, wij zullen op witte paarden rijden als nooit tevoren. En dat lijkt me gewoon hartstikke gaaf om op een paard te kunnen rijden en dan heel snel. Als je die oude western ziet, ik had op de terugvlucht vanuit Vegas naar Atlanta, een paar weken geleden, heb ik de Magnificent Seven gezien. En dan zie je die gasten op paarden rijden, dat is zo gaaf. Het lijkt me ook heel gaaf om het gewoon zonder zadel, zonder gewoon bareback, weet je, gewoon zo'n paard bij zijn haren te grijpen en te rijden. Maar anyway, wij gaan dat allemaal doen, of je nu ervaring hebt of niet. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met de ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. In het Nieuw Testament, en dat horen jullie te weten, wordt het woord van God vergeleken met een zwaard. In Hebreeën 4 vers 12 staat dit. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Als je dat vers nog niet kent, onderstreep het in je Bijbel, een heel belangrijk vers om te onthouden. In Efeze 6, waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting, dan heeft hij het over de helm, hij heeft het over een schild, hij heeft het over verschillende dingen, schoeisel en al dat soort dingen. Al die dingen, dat zijn defensieve elementen van de uitrusting van zo'n soldaat, zo'n Romeinse soldaat. Het enige dat offensief is, is het zwaard. En hij noemt in Efeze 6 vers 17 het woord van God dit. Hij zegt, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Het zwaard dat Johannes uit de mond van Jezus ziet komen, betekent dat Jezus met slechts zijn woord de heidenvolken zal vernietigen. Zoals God helemaal terug aan het begin in Genesis 1 het universum schiep door het slechts uit te spreken. In hoofdstuk 1 van Genesis staat, en God zei, en God zei, en God zei, en het was er, en het was er. Dus zoals God het universum schiep door het uit te spreken, zal Jezus de slag van Armageddon geheel overwinnen door iets te gaan zeggen. We weten niet wat hij zal zeggen. Misschien is het gewoon van, poeh. Weet je, het maakt niet uit wat hij zal zeggen, maar door de woord van zijn mond zal hij overwinnen. Zo krachtig is zijn woord. En het is trouwens heel interessant, althans voor mij, dat in het Grieks de zwaarden die in Hebreeën en Efeze genoemd worden, eigenlijk grote messen zijn. Dat zijn dolken, zo lang ongeveer. En deze messen, deze dolken werden gebruikt tijdens zo'n 1-op-1 gevecht. Dat noemen ze close combat. Maar het Grieks woord voor zwaard dat Johannes hier in Openbaring gebruikt, beschrijft een groot zwaard die je met twee handen moet vasthouden. Die hou je niet zomaar in één hand vast. Ja, of je moet Romeo zijn. Weet je, dus dit werd gebruikt, zo'n groot zwaard werd gebruikt om het af te maken. Het werd gebruikt om de tegenpartij te onthoofden. En hiermee geeft de Bijbel dus aan dat Jezus met een soort van zwaar geschut, een heel groot zwaard, ten strijde trekt en dat zijn oordeel ook definitief is. Er staat ook dat Jezus zal hoeden met een ijzeren staf. En dat betekent dat Jezus niet alleen komt om te oordelen, maar dat hij ook komt om te heersen. En weet je, misschien lijkt dat woord heersen een beetje dictatorachtig. Jezus komt te heersen, hij zal over ons heersen. En zoals een Kim Jong-un of een, weet je, zo'n iemand. Maar dat is het helemaal niet. Het is wel een soort van dictatorschap, maar hij is een dictator van liefde. Van genade, van barmhartigheid. Uiteindelijk heeft hij wel alles voor het zeggen.
Dus hij komt ook om te heersen. En aan de kerk in Thyatira schrijft Jezus in Openbaring 2 dat degene die overwinnen, dat wil zeggen degene die geloven dat Jezus de Christus is en die daar ook naar leven, macht van Jezus zullen krijgen om over de heidenvolken te heersen. Oftewel over de heidenvolken te gaan regeren. In 2 Timotheüs 2:12 staat dit. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij volharden, zullen wij ook met Jezus Christus gaan regeren. En even verderop in Openbaring 5 vers 10 staat, u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dit zijn de 24 ouderlingen die de kerk vertegenwoordigt en zij spreken hier op dat moment tot het Lam van God en ze zeggen, u Jezus hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Jezus zal als een voor 100% rechtvaardige, zoals ik net zei, dictator van liefde op aarde regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. En wij die bij hem horen, zullen samen met hem gaan regeren. Het kan dus goed mogelijk zijn dat een aantal van ons staatshoofden worden. We moeten gaan regeren hier op aarde. Sommigen worden misschien ook gouverneurs of burgemeesters of ministers of iets dergelijks. Hoe dan ook, wij zullen allemaal een belangrijke functie gaan bekleden om te gaan regeren hier op aarde. En dan zullen we het niet doen op een corrupte wijze zoals het er heden aan toe gaat, maar in volledige rechtvaardigheid. Het zal in eerlijkheid gebeuren, in goedheid, in waarheid, met onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Het is iets wat wij nu niet kennen, absoluut niet kennen. Maar dat staat ons wel te wachten. Dat Jezus de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God zelf treedt, betekent dat God het oordeel overlaat aan Jezus Christus. Dat zegt Jezus ook tot meerdere malen toe in de evangelie en dat God het aan hem heeft overgelaten. Vers 16. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Dit vind ik ook wel interessant. Daar waar wij op zijn heup zijn zwaard zouden verwachten, aan de zijkant, want daar, hè, mensen trekken hun zwaard meestal vanaf hun heup, vinden wij op zijn kleed en op zijn dij het symbool van zijn macht en kracht, namelijk zijn heerlijke naam, Koning der Koningen en Heer der Heren. En weet je waar Jezus 2000 jaar geleden bij zijn eerste komst op aarde als een mak lammetje optrad? Ondanks dat hij onschuldig was, kwam hij niet voor zichzelf op. Waar hij op een ezel Jeruzalem intrad, wat symbool staat voor een koning die in vrede komt, komt Jezus voor de tweede maal op aarde als rechtvaardige rechter. Hij komt voor de tweede maal op aarde als een heerser, als koning der koningen, als heren der heren. Als wij Jezus alleen maar kennen als Jezus, als de Jezus van de evangelie, dan zullen we hem niet herkennen wanneer hij terugkomt. Want we hebben nu te maken met een hele andere Jezus. Een verheerlijkte Jezus. De rechtmatige koning. Vers 17 en 18. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. Hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten, vlees van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van machtigen, vlees van paarden en van hen die erop zitten, vlees van alle vrijen en van slaven, kleine en grote. Deze engel, er staat in de grondtekst dat hij in de zon staat. Maar goed, deze engel vergaart alle vleesetende vogels om de boel op te ruimen. Dit is de grote schoonmaakploeg. En dit is ook de eerste plek waar Twitter tevoorschijn komt. Hij stuurt een tweet uit naar de vogels. Nee, grapje. Dit is de grote schoonmaakploeg. Ik dacht van jullie vallen in slaap, dus ik moet even iets. Nee. Alle mensen
die zich in de Jezreel-vallei verzamelen, waar Armageddon plaats zal vinden, om samen met de antichrist en de valse profeet tegen Jezus oorlog te gaan voeren, zullen door Jezus, door één woord van Jezus, of misschien wel meerdere woorden van Jezus, afgeslacht worden. Er zal in deze vallei een ontelbaar aantal lijken en kadavers liggen. We hebben daar geen voorstelling van. En de engel roept alle vleesetende vogels bij elkaar om ze op te eten. Om de boel op te ruimen. In Openbaring is er sprake van twee maaltijden. Of in Openbaring 19 is er sprake van twee maaltijden. In vers 9 het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hier in vers 17 het avondmaal van de grote God. Twee maaltijden. En dit klinkt misschien heel cru, maar men heeft de keus om of deelnemer te zijn aan de maaltijd van de bruiloft van het lam, of om zelf een maaltijd voor de vleesetende vogels te worden. Dat zijn wel de twee verschillende opties. Vers 19, en ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem, dus Jezus, die op het paard zat, en tegen zijn legers, tegen ons. Er wordt geen enkele beschrijving gegeven van de feitelijke strijd. Helemaal niet. Er wordt onmiddellijk overgestapt naar de uitkomst. En dan staat er in vers 20, en het beest, dus de antichrist, werd gegrepen. Met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. De antichrist en de valse profeet worden dus niet samen met de menigte door Jezus gedood. Zij krijgen een hele bijzondere straf. En terecht. Zij worden als eersten levend in de poel van vuur geworpen. Ze worden daar levend in geworpen. Toen we in Openbaring 13 hebben behandeld, hebben we gezien wie het beest en de valse profeet precies zijn. Mocht je dat gemist hebben, neem de tijd om de studies alsnog online te volgen, want het is best wel belangrijk om daar een juist beeld over te krijgen. En weet je, de poel van vuur is wat men meestal voor ogen heeft wanneer men over de hel spreekt. Vuur, zwavel, heet, geen water, helemaal niks, alleen maar ellende. En dat is grotendeels waar. De Bijbel leert ons dat er een plek is dat Hades genoemd wordt. Dit is het dodenrijk. De plek waar gestorven, goddeloze mensen hun tijd zullen doorbrengen totdat zij uiteindelijk door God geoordeeld zullen worden in Openbaring 20. Daarna worden zij uiteindelijk in de poel van vuur geworpen. Maar nu dus alleen deze twee. Dus voor een periode van 1000 jaar, tijdens het 1000-jarig vrederijk, zullen de antichrist en de valse profeet de enigen zijn die in de poel van vuur zijn, in de hel. 1000 jaar lang, met z'n tweetjes. Ja, gezellig, ik denk het niet. En pas na het 1000-jarig vrederijk komt het laatste oordeel, wanneer allen die God en Jezus hebben verworpen ook de poel van vuur, oftewel de hel, ingeworpen zullen worden. En ik vind het heel bijzonder dat Jezus de antichrist en de valse profeet levend de poel van vuur inwerpt. Dit zou dus kunnen betekenen dat zij het zowel als natuurlijk mens zullen meemaken en ook als geest, want dat overleeft niemand. Dus nadat zij ook gestorven zijn, zullen zij dat ook als geest meemaken. En dan voor eeuwig. En wat hier dan ook bijzonder is, is wat de menigte zou moeten denken wanneer hun leider, de antichrist en de valse profeet, door Jezus in de poel van vuur geworpen worden. Stel je voor, hè?
Je bent daar met een grote troepenmacht van miljoenen mensen. Allemaal strijdkrachten, strijdmachten. Je grote leider, de antichrist, de valse profeet, die allerlei tekenen en wonderen doet. Die twee worden ineens eruit geplukt, in de poel van vuur geworpen. En daar sta je dan. Wat zal door hun heen gaan op het moment dat deze twee door Jezus gestraft gaat worden? Ik kan me voorstellen dat sommigen zullen zeggen, grapje, nee, ik meen het echt niet. Maar dan is het al te laat. Ze hebben het merkteken van het beest al op hun hand of op hun voorhoofd. Ze hebben het beeld hebben ze aanbeden. Ze hebben zich telkens opnieuw weer tegen God verzet. Het is gewoon te laat. Er is geen mogelijkheid meer op dit moment om zich te bekeren. En de overigen werden gedood, vers 21, met het zwaard van hem die op het paard zat. Namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Dit is dan het eind van de antichrist. Dit is het eind van de valse profeet en al hun aanhangers. Behalve Satan zelf is al het kwade op dit moment van de aarde geheel verwijderd. Het is voorbij. Aan het begin van Openbaring 20, dat zullen we volgende week oppakken, zal ook de Satan verwijderd worden. En dan zal Jezus de aarde en de schepping, het universum geheel gaan renoveren. Ik zeg renoveren, want daarna komt pas de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar hij zal het bestaande zal hij gaan renoveren, zodat wij samen met hem voor 1000 jaar op aarde zullen leven, genieten van het leven en we zullen regeren in echte vrede. Men heeft het tegenwoordig over vrede, vooral vrede in het Midden-Oosten. Er is geen vrede, er zal ook nooit vrede in het Midden-Oosten zijn. Pas wanneer de vredevorst komt, zal er vrede zijn. Dus we zullen in echte vrede leven, in gerechtigheid, in vreugde en in liefde. Tot slot dit. Jezus is getrouw. Punt uit. God de Vader is getrouw. Punt uit. En wat wij vanmorgen gelezen hebben, zal geschieden. Zeker weten. Het zal geschieden. Dus de vraag is, wat heeft dit voor ons anno 2017 te betekenen? Wat kunnen we hiermee? Nou, voor de nog niet gelovigen, of voor degene die, ik heb een nieuw woord geleerd, die weifelen, is dat een goed woord? Ja? Degene die weifelen, is dit een sterke aansporing om je radicaal te gaan bekeren. Om je leven aan de Heere Jezus Christus te geven. Het is hoog tijd. De Bijbel zegt, vandaag is de dag van de redding. Nu is het moment. En de keuze is makkelijk. Of je neemt deel aan de meest geweldige maaltijd ooit, of je wordt zelf een maaltijd. Nogmaals, heel cru. Maar daar komt het wel op neer. Hoe zit dat voor ons, wij die Jezus navolgen? Voor mij persoonlijk is dit een heerlijke bemoediging om mezelf nog meer aan Jezus te willen toewijden. Ik wil mezelf nog meer aan hem toewijden. De tijd dat wij opgenomen zullen worden, dat nadert. Het is nabij, zegt de Bijbel. Het is dus zaak om zaken op orde te krijgen. Dus een aantal vragen voor ons, vragen die je jezelf moet stellen. Welke gewoontes moeten wij gaan verlaten? Goede gewoontes zijn goed. Slechte gewoontes, daar moeten we vanaf. Welke relaties moeten wij verbreken? Weet je, er zijn mensen die wij misschien in ons leven hebben, die absoluut niet in ons leven horen te zijn. En je moet jezelf afvragen, wil ik verder gaan met deze mensen? Wil ik blijven optrekken met deze mensen? Wil ik mezelf blijven blootstellen aan hun invloed op mijn leven? Welke relaties moeten wij verbreken? Welke emoties moeten wij aan de Heere overgeven? Zit je met pijn, met emotionele pijn, met hartzeer?
Zit je met woede? Zit je met een gevoel van onrechtvaardigheid, van dit is zo oneerlijk wat mij is aangedaan? Wat voor emoties moeten wij aan de Heer overgeven? Welke zonde moeten wij afleggen? Welke veranderingen moeten wij in ons leven tot stand brengen? Waar moeten wij ons van bekeren? Kijk, de zekerheid van Jezus' wederkomst geeft ons natuurlijk ook een heerlijk vooruitzicht. Ik zie echt uit naar het moment dat wij opgenomen gaan worden. Ik ben ook niet bang van de dood. En als de Heer besluit om mij vandaag, zelfs hier in de kansel, naar huis te nemen. Dat zou geweldig zijn. Voor mij in ieder geval. Ik zie Marnie nu. Maar weet je, ik zie mijn heengaan graag tegemoet. Daar moet ik eerlijk over zijn. Ik ben niet levensmoe of zo. Maar, snap je, ik zie uit naar de eeuwigheid. We hebben een heerlijk vooruitzicht. En waar je vandaag ook doorheen gaat, en hoe moeilijk het ook is, hoe ondraaglijk jij het misschien ook vindt, of hoe je dat ervaart, hoeveel pijn je het jou veroorzaakt. Weet dat het van tijdelijke aard is. Het is maar tijdelijk. De apostel Paulus, die heel veel voor Jezus heeft geleden, schrijft dit. Onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Als je weet wat Paulus allemaal heeft meegemaakt omwille van Jezus Christus, dan wegen deze woorden zoveel zwaarder. Alles wat hij heeft meegemaakt, dat noemt hij lichte verdrukking. Waarom? Omdat hij een blik heeft gekregen in de eeuwigheid. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet wat voor geweldige toekomst hij voor ogen heeft. Wat voor een toekomstperspectief hij heeft. En alles wat hem hier op aarde in dit leven overkomt, het weegt niet op tegen wat er aan zit te komen. Dat is een gezond perspectief. Dat doet je staande houden. Staande blijven. En natuurlijk zullen we van die rotdagen ertussendoor hebben. Die hebben we allemaal. Maar uiteindelijk hebben wij een geweldig toekomstperspectief. We gaan de komende weken onze studie van het Bijbelboek Openbaring afmaken en we weten hoe het afloopt. Als je nog niet hebt gelezen, lees het deze week. We weten hoe het afloopt. We kunnen met alle zekerheid en in alle oprechtheid zeggen dat het voor de gelovigen allemaal goed gaat komen. Ik weet dat het vaak heel onverschillig gezegd wordt. Ja, het komt goed. Het komt wel goed. Maar het komt echt goed. Het komt goed. Voor mij in ieder geval wel. Dat weet ik zeker. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u zoveel van ons houdt. Dat u ons niet in het ongewisse wil laten zijn en blijven. Maar dat u ons een toekomstperspectief biedt. Dat u ons inzicht geeft tot wat u voor ons in petto heeft. Ik dank u voor de honderden profetieën die reeds vervuld zijn. Heere, wat voor mij persoonlijk aangeeft dat u getrouw bent. Dat wat u zegt, u ook doet. Dus Heere, alle nog niet vervulde profetieën. Dingen die wij vandaag ook gelezen hebben, Heere. Ik weet zeker, Heer, dat u ook deze beloftes zal nakomen.
Dus Heer, als er iemand is die zich vandaag nog niet aan u heeft overgegeven, help hen leren, help hem Heer om zich van hun oude leven te bekeren. Een leven zonder een bewustzijn van wie u bent. Een leven van het rebelleren tegen u. Een leven van het niet willen kennen van wie u bent. Het niet willen navolgen van Jezus Christus. Heere, help hen om tot bekering te komen. Om zich tot u te keren. Om u uiteindelijk na te willen volgen. Heere, wij die sinds kort geloven. Of wij die misschien al jarenlang geloven. Moedig ons aan, Heere. Spoor ons aan om ons nog meer en meer aan u toe te wijden. Help ons, Heer, om ons leven, ons eigen leven, ons eigen hart onder de loep te nemen. Om te inventariseren. Om te kijken, Heere, wat wij af moeten leggen. Wat wij moeten verlaten. Wat wij moeten veranderen. Waarvan wij ons moeten bekeren. Opdat we nog meer vruchtbaar zullen zijn. Opdat we nog meer bruikbaar in uw handen zullen zijn. En help ons, Heere, om met dit geweldig nieuws vandaag, Heere, de wereld in te gaan. En ervan bewust te zijn, Heere, dat er een wereld om ons heen is die dit geweldige nieuws nog niet kent. Geef ons de vrijmoedigheid. Geef ons de wijsheid. Geef ons de fijngevoeligheid van uw Heilige Geest om iets van deze geweldige waarheid met iemand deze week te kunnen delen. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. Laten we staan. In Titus 2 staat er een heel mooi stuk. Het gaat om de genade. En Paulus schrijft, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Het is verschenen aan alle mensen. En het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tell you right now, it's gonna be alright.